Paul Bakker, voorzitter van Stichting In het Zadel. Wat doet de stichting? De stichting die verzorgt paardrijlessen voor mensen met een beperking. Het kan zijn een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. Dat doen we op de maandag in Manege de Schimmelkroft in Heemskerk aan de Kerkweg. En dat doen we al 25 jaar. Jubileum dus vandaag, dat hè? Is, nou, het is niet exact de dag dat we 25 jaar bestaan. Het was 2 januari 1996 dat de stichtingsakte opgericht werd. Daarvoor waren er al activiteiten om paardrijlessen te geven aan mensen met een beperking. En ja, dat is op een bepaald moment in een formeel jasje gegoten. Dat we een status en een rechtspersoon zijn. En sinds die tijd doen we dat. Met ontzettend veel vrijwilligers. We hebben 50 vrijwilligers. We maken elke maandag heel veel ruiters blij. Want die mogen paardrijden. En dat is gewoon, ja, ik ben zelf ook vrijwilliger op de maandagmiddag, aan het eind van de middag. En je ziet gewoon, de ruiters worden er blij van. Ze hebben veel zelfvertrouwen. Het is ook voor hun lichaam goed. Ze zeggen, ja, therapeutisch effect is ook altijd aanwezig. En het, nou ja, wat je natuurlijk de laatste tijd hoort, dat inclusief sporten, dat doen we eigenlijk al 25 jaar. Met name voor mensen met een beperking. En dan denk ik, ja, ze horen er gewoon bij. Klaar. Ik zorg een beetje dat de vrijwilligers voldoende zijn. Want die hebben we hard nodig voor alle paarden en de ruiters. Ik zorg ervoor dat de lesbladen gevuld zijn. De afmeldingen, die hou ik bij. Zodat in ieder geval, als ze gaan starten, dat alles gewoon op zijn rolletjes loopt. Voor zover mogelijk. Want dat lukt niet altijd. Met heel veel vrijwilligers? Met heel veel vrijwilligers, ja zeker. Want er zijn ruiters bij die hebben 3 vrijwilligers nodig. En dan heb je de paarden nog die gezadeld moeten worden. Dus vrijwilligers, dat is altijd wel ja, een beetje een breekpunt, zeg maar. Nu is vandaag, was jullie vrijwilligersdag. Ja. En waar bestond die uit? Nou, het is eigenlijk omdat we 25 jaar bestaan en 1 keer in een jaar vinden we dat gewoon al die vrijwilligers best wel een ei over een bol mogen hebben. Want laten we wel wezen, ze staan er iedere maandag en sommige vrijwilligers lopen echt van 8:00 tot 18:00. En geloof me, dan heb je 20 kilometer gelopen en dan vind ik dat je echt wel een bedankje mag hebben 1 keer in het jaar. Dus dan doen we iets bijzonders. Nou, en dit keer was het Tai Chi, dus helemaal leuk. Nu kregen jullie vandaag ook bezoek van de wethouder. Die kregen we ook, ja. En van een raadslid. Het was, en van de Odd Fellows. Dus het was echt hoog bezoek vandaag, overal. Ja, van het raadslid heeft alle jubilarissen bedankt. En hij heeft ons speciaal bedankt voor ons 25-jarig bestaan. En het, wat we doen voor de ruiters. En het raadslid gaf ons een donatie uit het fonds wat ze hebben. Raadslid van Nimwegen was het van CDA. En die hebben een speciaal fonds en daarvan hebben ze bedacht dat wij daar wel wat van konden krijgen. En Odd Fellows bestond 100 jaar. En dat is een groep met mannen die ja, eigenlijk voor het goede doel wat willen doen. En die komen dan een paar keer per week bij elkaar. En die hebben ons 1.000 euro toegezegd vanuit hun 100-jarige budgetfeest. Dus nou, dat is toch heel netjes, hè? Ja. Dat was echt een verrassing vandaag. Dat was zeker een verrassing. En dat is een hele mooie verrassing. Ja, dat is heel fijn. Alma, buiten het rijplezier wat de kinderen aan hebben, therapeutisch, wat doet dat? Therapeutisch is dat paardrijden ook heel goed voor veel van de kinderen die bij ons rijden. Er zijn kinderen bij die eigenlijk niet kunnen communiceren, maar toch precies weten wanneer het weer zondag is, zodat ze de volgende dag mogen rijden. En dan zeggen de ouders vaak, ja, ze maakten klikklakgeluiden en ze gingen alweer helemaal zo op bewegen, weet je, alsof ze op het paard zat. Er zijn ruitertjes bij die niet zoveel kunnen praten, maar door het paardrijden krijgen die hersenen bepaalde signalen. En dan aan het eind van de les kunnen ze wel stop zeggen of draf zeggen. Of worden ze steeds zekerder in hun praten. En daarbij geeft dat paardrijden gewoon door de beweging heel veel ondersteuning aan de spieren. Ze krijgen er stevige spieren van. Ze krijgen de darmen gaan beter werken. Dat is ook al een positief. En ze krijgen gewoon ontzettend veel plezier en zelfverzekerdheid van het feit dat ze niet in een rolstoel zitten, maar zelf kunnen sturen op een paard. Enorm en, veel voldoening voor jullie en de kinderen natuurlijk. Heel veel voldoening. Zeker voor ons en voor de kinderen ook. Ja. Ja. Je zei het al, jullie zochten nog vrijwilligers. Ja.
En moeten die aan specifieke eisen voldoen? Nou, eigenlijk wat ons betreft niet. Je moet natuurlijk niet bang zijn voor paarden. Maar eigenlijk, als je een beetje een goede conditie hebt en je vindt paarden leuk, je vindt mensen leuk. Zelfs als je paarden niet helemaal leuk vindt, ook dat is te wennen. Want ik bedoel, niet iedereen is altijd even enthousiast meteen, maar de paarden zijn gewoon leuk. Dus het is een kwestie van wennen, denk ik. En voor de rest moet je gewoon zin in hebben om met mensen om te gaan. En dan is het eigenlijk al gauw voldoende. Want alles wat je niet weet, kunnen wij je leren.